Een prettige middag. Alles goed met jullie? Ik ga deze middag een klein beetje meer stemmen. Ja? Ik ga vanmiddag een ongelooflijke soepele nek hebben. Want zo van links naar rechts kijken, dat gaat wel echt straf. Ja, goed. Mijn naam is Jean Bosco Safari. Klinkt een beetje exotisch en dat heeft iets te maken met het jaartal 1960. 1960 kwam ik in België aan als klein zesjarig jongetje. En ik had dan een maand daarvoor was ik moeten vluchten met mijn gezin, of met mijn familie, sorry. Op een heuvel in Rwanda zijn wij gewoon ineens moeten vluchten. Op een paar minuten tijd moesten wij vluchten. En een maand later zat ik in Merksem bij Antwerpen. Gewoon een maand later. En daar was ik dan, ja, ter adoptie aangeboden. En dat maakt natuurlijk dat je zo'n kleine jongen bent van 6 jaar, dat je dus niet veel zegt. Mijn ouders die waren 50 jaar toen ze mij adopteerden. En het mooie daaraan was, die mensen die zagen elkaar zo graag, dat ze dat toch aankonden. Normaal gezien is dat eigenlijk onmogelijk. Hè? Dat zijn grootouders die een kleine van 6 jaar adopteren. Wacht, er is een discussie aan de bar. Ja. Dan moeten we toch even zijn plaats kunnen. Dat doet u maar rustig. En dus, wat gebeurde er met deze kleine jongen? Die groeide op in stilte. Tot in 1963 gebeurde een mirakel. 1963 maakte ik iets mee dat ook bepaalt dat ik vandaag hier ben. 1963, ik was mijn huiswerk aan het maken. Ik was een jongetje van 9 jaar. En op een bepaald moment knalde door de speakers van onze oude Grundig radio de klanken van 4 Liverpoolse jongens, de Beatles. Onze radio stond rechts van mij te knallen, links van mij waren mijn ouders. En op een bepaald moment zat ik me daar met zo'n fantastisch positief gevoel. En dat borrelde hier zo ter hoogte van mijn zonnevlecht. En dat ging naar omhoog via mijn hartstreek, zo via mijn stembanden. En op een bepaald moment kon ik het niet anders, ik had zo'n smile. En die smile die zei me, dit fantastische gevoel moet je delen. Dat moet er met iemand delen. Dus ik keek naar mijn ouders, die zaten in het salon. Maar mijn ouders die waren in complete shock. Die zaten in een complete shock. Die wisten niet wat er gebeurde. De klanken van de Beatles had hij helemaal omvergeblazen. Terwijl begon dat hier nog altijd maar te borrelen. En dat was zo positief dat ik op een bepaald moment het gevoel had, want u ziet allemaal waar de vriend, dat is hier een flessenmek, al die positiviteit, al die fantastische muzikale gevoelens, die konden daar er niet uit. En op een bepaald moment begon ik als het ware millimeter per millimeter te stijgen. Zweven. Te leviteren als het ware, met tafel, stoel, huiswerk en al. En zo 1,5 meter boven de grond bleef ik daar hangen. In opperste tsunamische vervoering. En ik ben sindsdien nooit meer nog naar beneden gekomen. Ik hang daar nog altijd, dankzij de muziek van de Beatles. Dit vertel ik u allemaal om te zeggen dat ik vandaag een Beatle-repertoire voor u ga zingen. Wow.